Ja, en we hebben een afspraak weer opnieuw op de rode zetel van Jesse met niemand minder dan... Siam. Dag Siam, welkom Siam. Hoe is het met jou Siam? Goed. Ja. Wat vind je van de sofa? Heel mooi. Echt heel mooi kleurke, ja. Ja, hè? Wat is de kleur van rood? Wat wil dat zeggen? Kleur van de liefde. De kleur van de liefde, ze zegt het zo mooi inderdaad. Siam, vertel eens, jij werkt bij Jesse? Ja, klopt. Gefeliciteerd natuurlijk om te beginnen, hè? Ja, dank u wel. Hoe is dat voor jou om zo te werken voor Jesse? Heel fijn. Heel lang naar uitgekeken en eindelijk de werkwereld in. Dus... Ja, even opnieuw, want dit is volgens mij niet de waarheid, ja? Ik ga het opnieuw vragen. Hoe is het voor jou om te werken bij Jesse? Heel fijn. Lekker druk. Ja? Ja, toch wel. Een heel goed gevulde planning elke week. Op welke afdeling werk jij? Ik werk nu op materniteit. Incubator. Oké, en hoe is dat? Wat houdt dat precies in? Dat is vooral voor de pasbevallen mama's zorgen, de pasgeboren kindjes ook mee helpen verzorgen. Kindjes ter wereld brengen? Dat hoort er ook bij, ja. Dat is eigenlijk zo, in de volksmond noemen ze het ook vaak een vroedvrouw. Ja, een vroedvrouw, klopt. Ja. En hoe lang werk je al bij Jesse? Ik werk bij Jesse vanaf, begin maart 2011 ben ik daar begonnen. Dus nu ongeveer bijna een jaar? Een jaar, ja. En hoe valt het mee? Heel goed. Heel dicht bij thuis. Dus serieus? Ja, op 4 minuutjes ben ik op het werk. Kom je met de fiets? Nee, nog niet. Nog niet, dus de intentie is er. En wat zijn nog zo'n voordelen voor werken bij Jesse? De sfeer is heel fijn onder de collega's. Echt een heel flexibele sfeer ook. Hoe komt dat? Ligt het aan de afdeling? Dat ook. We hebben vooral heel gelukkige ouders bij ons op de afdeling, dus dat heeft er ook wel iets mee te maken, ja. En veel stress op de afdeling ook? Dat, ja, hoort er ook bij. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat geeft je wel een plaatsje. En vertel eens, hoe doe je dat? Alles goed onder controle houden, goed nadenken en de beslissing. Maar wij overleggen vooral met de collega's, dus we nemen nooit alleen een beslissing. Dus dat is wel fijn. Maar, wacht, ik had iets gehoord in het begin. Nu werk ik bij materniteit. Eerst misschien iets anders gedaan. De eerste 4 maanden heb ik op CD gewerkt, afdeling CD, dat is de afdeling neurologie-urologie. En wat houdt dat precies in? Patiënten die een hersenbloeding hebben gehad of patiënten met blaasproblemen. En hoe komt het dat je geswitcht bent? Ik ben niet geswitcht. Ik ben van opleiding vroedvrouw, maar er was niet dadelijk plaats om als vroedvrouw te beginnen werken. Dus mocht ik eerst op een verpleegkundige afdeling. En hoe lang heb je daar gewerkt op die afdeling? 4 maanden heb ik daar gewerkt. Vind je dat eigenlijk een goed idee, dat je een andere positie krijgt in het ziekenhuis dan de plaats waar je eigenlijk voor gestudeerd hebt? Ja, ik vond dat eigenlijk niet zo erg. Ik ben niet van plan om dat altijd te blijven doen, maar je leert heel veel bij, je ziet hoe de andere afdelingen werken. Het is toch heel, heel verschillend als bij ons op materniteit, ja. Ja, even wisselen van plaats. Zet je anders op de veranda? Hier? Ja. Werk je ook in ploegen? Ja. Ja? Vind je dat leuk? Nu gaat dat nog en ça va, valt wel mee. Als je de late hebt, kun je voormiddag nog heel veel doen. En als je de vroege hebt, ja, dan begint je vroeg, maar eindigt je ook vroeg. Heb je nog heel veel van je dag, dus dat valt wel mee, ja. Waar zie jij jouzelf binnen 10 jaar? Binnen 10 jaar? Nog altijd op materniteit, hopelijk. Ja? Ik hoop het wel, ja. Het ligt jou echt, die afdeling? Ik heb gestudeerd 3 jaar, dus het zou zonde zijn als ik op een andere afdeling terechtkom. Wat mij heel raar lijkt, is dat als je zelf op materniteit werkt, mm-hmm. dat je zelf zwanger wordt. Mm-hmm. En gaat je dan eigenlijk naar hetzelfde ziekenhuis om te bevallen? Dat je door je collega's verzorgd wordt? Het lijkt mij heel raar te zijn, zeker op die afdeling. Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf waar dat je eigen gynaecoloog werkt. Heb je een gynaecoloog van dezelfde ziekenhuis, ja, dan is de kans heel groot dat je daar terechtkomt en dat je bij je collega's bevalt. Maar dat zou ik helemaal niet erg vinden, nee. Heb je bepaalde ambities om papa te worden of zo, misschien, Ricky? Nee, maar ja, ik bedoel, stel nu dat ik zou bevallen... Wij moeten nu stellen dat jij zou bevallen. Ja, oké. Okay. Stel, jij zou bevallen, ja. Dat is een veronderstelling. Want, hè? Ja, want je kunt, biologisch gezien, kunt jij niet bevallen. Maar daarom is het ook een veronderstelling. En als ik dan het idee heb dat jij dus bijvoorbeeld... Dat ik je kind ter wereld zou brengen. Ja, ik denk dat... Dat lijkt mij ook een heel raar idee. Ja, maar ja, zij kent natuurlijk de kwaliteiten van haar collega's. Dus daardoor waarschijnlijk dat je dat wel daar zou willen doen. Mm-hmm. Maar het is toch wel raar. Moest uw collega dan op die bepaalde momenten toch wel op... Ay. Wat waren jouw verwachtingen toen jij bij Jesse begon?
Mijn verwachtingen. Allereerst, voor de eerste dag, werkdag, had ik wel veel schrik om te beginnen. Waarvoor had je schrik? Voor het onthaal, voor hoe dat de collega's mij zouden rondleiden, mij zouden helpen bij de allereerste keren die dingen te doen. Was je zenuwachtig? Ik was zenuwachtig, maar dat was eigenlijk dadelijk over. Ik heb een heel goede ontvangst gehad, echt waar. En ben er nu heel blij om, want dat doet wel heel veel. Zo'n eerste werkdag bij een heel nieuwe werkgever, ja. Oké, super, dankjewel. Bedankt. Dit was Siam live vanop de Rode Zetel. Tot over naar de volgende reportage.